blijft toch een moeilijke naam uit te spreken. Tweede relatief makkelijke shot dat gemist wordt. En dat leidt dan naar een snelle actie aan de overkant. Brandwijk kan daar. Ah, mooi gedaan. En hij krijgt de fout nog meer ook. Weer een slordigheid aan de overkant. Ah, mooie beweging, prachtig. Ah, van een rebound, weer het screen. Kijk, de defense is zo wat. Goed pas, mooie actie. Ah, mooi gespeeld. Palings weg. Tiets op het veld. En meteen de eerste score. Defensief voorlopig bij Joost geen aanpassingen. En dan maakten we toch nog even het publiek in Koekoe. Joost, nu met een betere pas, maar wel een heel mooi blok van Palings. Wel nog enkele grimassen aan het trekken is, dus benieuwd of hij nog op het parket zal komen. Van Nijen met een mooi pas naar Palings en die maakt van heel mooi af. Nu kan het snel gaan. Weer prachtig. Weer een transitie. En een goede beslissing, zullen we dan maar zeggen. Dat leek niet echt aan de verdediging liggen, die score. Dat leek een heel mooi aanval. Alles konden gebruiken. Van Nijen. Niels voor de laatste score. Aanval uit die bank, slim gedaan. Jawel, heel mooi. Handen bij elkaar. En bij Joost werden een paar high-fives uitgedeeld. Dat, terwijl hier wel een. Hier zien we het een voorbeeld weer. Een mooie drie punten van Joost. Maar enkele applausen. En dat daar blijft dan bij. Ah, mooie actie weer, goede pas. En weer een one play. Laat ons hopen dat dat ook zonder gevolgen blijft. Van Dijk lijkt zich gepresteerd te hebben. Ja. Het spel wordt ook even stilgelegd, hij blijft ook wel liggen. Ah, nu de steel van Damme, een goede actie. Mooi. Voilà. En de rebound. Goed, daar moest via de rebound gebeuren. Voilà, daar is hem. Eindelijk de zeer goede pas van Delgado. Daar verwacht ik voorlopig op dit moment iets meer van. Nog even. Joost van den Bosch nog even wat aanwijzing aan Brandwijk die op het terrein gaat komen en dan Lightfoot. Nu kan toch wel snel naar de overkant gaan. En de N1 play, prima. Ik denk dat coach Van den Bosch richting time-out gaat gaan. Toch een aantal keer dat Joost, als ze nu scoren, dan maken ze duidelijk een run. Voilà. En daar komt de time-out. Hier de wide open driepunter. Eventjes, prachtig. Jawel. Klein beetje het concentratieverlies. Ja, en dan is en het Schalk die verder doet, ja. White. De mismatch zoeken, double teaming, weak side. Nee, mooi afgewerkt inside. Over blessures gesproken daarjuist. We zagen tijdens de opwarming in de rust Loubry wel heel vlotjes drie punters binnengooien. De enkel zag er oké uit, maar non-schalk. Kijk wat daarmee aan kan, WK. Ze gaan weer voor een snelle actie in de, uit die transitie. Dat is duidelijk meer hun spel. Duidelijk van Schalk die de wedstrijd moet proberen kantelen voor Joost. Ze zoeken weer naar de mismatch inside. Die komt er dan niet en dan moeten ze toch naar een andere optie. Zeer mooi gespeeld. Een hele mooie backdoor van White. Tegen screen wordt niet goed gespeeld. Nu komt de individueel tegen de mismatch. Voilà. En dan White met de afwerking. Voilà. Lijkt ze dan een beetje aan zichzelf te danken hebben. De pas daar is wel in de corner. Voilà.
Van Overbeek te denken. De klok gebruiken. Ja, een heel mooie penetratie. Heel mooi gedaan. En de fout. Op dit moment nog totaal niet gezien. Dus misschien dat ze daar iets gaan proberen in het vierde kwart, waardoor de Kangaroos toch nog genoodzaakt zal zijn. We gaan een heel mooi blok zien en de fastbreak voor Dries van Nijnde. Die er niet in gaat, dammen naar buiten, Piskevicius. Dat hebben er even uit gaat. Ja, we hadden bijna de snelle offensieve transitie. Ja. Delgado. En misschien voor de iets mindere basketkenners, 2-3 zone. Als dat niet lukt, die snelle transitie en die shooting, ja, dan wordt het natuurlijk moeilijk, want dan heb je een onevenwicht in de defense. En dan weer de zaal toch nog even recht. Inderdaad. Ah, mooi gespeeld. Heel mooie pas van Damme. Iedereen verwachtte het shot. Tempo er even uit. Van Overbeek, Bilosa. Terug de bal inside. En van daaruit verder kijken. Ah, dat is een goede score. Brandwijk. Ah, mooie actie. Heel sterk naar doel. De rest is ver te zoeken. Ja, het gaan heel veel individuele acties worden nu, denk ik. Kijk, dit is wel weer het type spel dat ze spelen. Dat is dan wel... Balings. Moeilijk te stoppen natuurlijk voor een, ja, door een speler als Delgado. Ik ken door elke score van Kangaroos gaat het ritme volledig uit de aanval van Joost. En waar ze daarnet zo vloeiend gingen scoren, wordt het nu terug een individuele actie. En one play van Schalk speelt hier een dijk van een wedstrijd. Helemaal bijna onder de basket nog stonden Balings en Brandwijk. Voilà, dat is het spel dat Van Overbeek heel graag speelt, de mismatch. Kijk, de twijfel. Leek even te twijfelen. En daarom mist hij natuurlijk ook, hè. Een ritme volledig uit. Oh, mooie actie. Mooie actie van Van Eyck. De twijfel, de reis was bij het shot, was er nu duidelijk niet. Weer het ballscreen, weer de pas naar de jonkie. Jawel! De 100 gaan we niet meer halen, denk ik. Dat wordt net een heel moeilijk verhaal. Van Eyck ook met het shot. Dat gaat eruit. Scoren. White met de rebound. Ja, prachtig. Verdiende overwinning van Kangaroos. Inderdaad. Heel mooie wedstrijd gezien. Als aan Mechelen vandaag dat er hier een duidelijke overwinning is.